Prima. Draait hij al? Ja, hij werkt. Ja, over het wapen van de familie Nelemans. Mijn tante die had een broer die deed erfheer aan genealogie. En daarvan heb ik een heleboel geleerd over de familie. En in de familie was een soort traditie dat de Nelemansen zo afkomstig zijn van het stadje Le Mans in Frankrijk, Le Mans. En verder zouden ze een wapen hebben in de vorm van een korenschoop. En dat was dus ook ergens opgenomen in de genealogie van de familie De Lint, waarvan drie moeders allemaal Nelemans heten. Dus de grootmoeder, de overgrootmoeder. Nu was er in Zevenbergen een notaris, die heette van de Poes Clement. En die was getrouwd met een Cornelia Nelemans. En zijn zoon deed erfheer aan genealogie, verzamelde heel veel stukken. Gedeeltelijk zijn ze nog in het Centraal Bureau voor Genealogie opgeslagen, terechtgekomen. En die verzamelde ook familiewapens van aangetrouwde families. En dat was dus, er was ook een wapen Nelemans bij. De man van mijn tante was kantonrechter in Rotterdam en die heeft een keer een goed woordje gedaan voor een kandidaat notaris en die is toen notaris geworden in het eiland van Rotterdam, want die familie van de Bousquement die was dus in Portugal terechtgekomen. En die verzamelingen waren gesplitst, een gedeelte was in Portugal, een gedeelte was dus in Den Haag. En die notaris die was een keer op bezoek bij die familie van de Bousquement en die zag daar een ingelijst geval met allemaal blokjes. En op elk blokje was een wapenafdruk met de naam eronder. En daar was ook een blokje met de wapen Nelemans. En dat heeft hij dus meegenomen. En sindsdien hadden we dus meer aanleiding om een wapen Nelemans, wat voor ons zou kunnen zijn, te accepteren. En het wapen was dus boven drie ossenkoppen, beneden een mand. En dat zou kunnen zijn een kiemmand van vroegere verf, bereiding. En er waren nog verder twee sterren. Later heb ik ook een keer dat blokje in huis gehad en kunnen bestuderen. En daar stond dus inderdaad op van ouds schrift uit het einde van de vorige eeuw met Nelemans. Ik heb overal geprobeerd om te onderzoeken van wie dat wapen Nelemans, van welke Nelemans dat wapen zou kunnen zijn, maar er blijkt geen enkele tak of geen enkele familie Nelemans te zijn die een wapen heeft. Zodat dus wij volledig zeker zijn en moet zijn dat dit wapen ons is. Ja. Ja. God. Nou, hebben die sterren nog een betekenis? Die twee sterren. Hebben die nog een betekenis? Die sterren, ja, dat zou kunnen zijn dat het van een jongere tak is. Dat het een breuk is. En de drie ossenkoppen. De drie ossenkoppen die erin zitten. Drie ossenkoppen, dat is een wapen wat in de lokaal veel gebruikt wordt. Dat wordt ook wel eens aangegeven als een doorsneden wapen met boven een ossenkop en beneden de mand.
En dan de helm. Want de familie Dingemans heeft bijvoorbeeld ook een ossenkop. De familie Den Engelsen uit die streek ook een ossenkop. En die ossenkoppen die zijn vermoedelijk afkomstig van het Ossenweide. Het Ossenweide, waar de familie Dingemans groot mee geworden is, die kochten magere ossen in Denemarken. Die weiden ze een jaar lang en die verkochten ze dan vet in Antwerpen. En dat was natuurlijk wel profijt aan verbonden. Wie heeft die helm er later opgezet? De helm. Het helmteken is uiteraard een ossenkop. En er zijn geen dekkleden. En dat wil zeggen dat we dus niet aan de kruistocht hebben deelgenomen. Goeie mening. Nou, vind ik een heel leuk verhaal. Ja.